Ik ga. Jij blijft? Ik heb letterlijk 5 jaar op deze game gewacht. Ik ga hem heel even spelen. Heel even. Die ken ik, ja. Doeg! Hey, ik was gaan kijken bij die film gisteren. Oh, bij dat nieuwe huis? Ja, dat was best wel leuk. Het was echt best wel gezellig ingericht, wel echt nog heel nieuw. Maar... Ben je hier de hele avond geweest? Oh, wow. Hoe ver ben jij inmiddels? Oh. Heb je het al uitgespeeld? Ja, nee, ik ben best ver. Ik heb net de wenkbrauwen gedaan. En ik wilde net de neusbrug gaan passen. Wacht, je zit letterlijk nog in de character creation. Ik had bij Simlife 1 ook. Toen heb ik mijn hele school nagemaakt, maar dan genderbent. Nice. Pst, dit is toch geen game? Een soort body modification power fantasy. Hou. Je bent gewoon jaloers op mijn design skills. Absoluut. Ik ben jaloers op jouw vaardigheden in het selecteren van de juiste haarkleur en schoenmaat. Want dat zijn essentiële skills. Oké, maar stel je heel even voor dat je dit allemaal in het echt kon doen. Voor de spiegel. Jezelf helemaal ontwerpen zoals je zelf zou willen. Dat zou toch geweldig zijn? Ja. Hé, hey, dat kan ook letterlijk, hè? Dat heet gewoon verzorging en styling. Ja. Denk je dat ik elke dag zo mijn bed uit kon rollen? Als een soort emo goddess. Oké, die had ik niet verwacht. Maar ik zie het als een compliment en die steek ik gewoon hier zo in mijn strakke kontzak. Kijk, we hebben hier dan... Ja. Jongens, wat is die geur? Je strakke kontzak. Shit! Hij moet weg. Hoezo? Misschien komt hij gewoon een game kopen. Hij komt hier voor mij. Please, zorg dat hij weggaat. Oké, okay, is goed. Hallo, welkom bij Game Home. Kan ik je helpen? Ja. Ja. Zoek je een game? Of... Werk Janne vandaag? Nee, die werkt niet vandaag. Ze werkt altijd al vrijdag. Klopt. Normaal wel. Maar ze is ziek. Vanochtend op de story was ze gewoon gezond. Klopt. Ja, ze voelde zich echt heel lekker en toen werd ze gebeld. Door het buitenland. Zwitserland. Ze heeft familie daar. Begrafenis van haar tante. Echt heel erg, dus ze voelde zich niet lekker. En toen wilde ze zich beter voelen. Dus ze is naar de sauna gegaan. Daar in Zwitserland. Dat is ook een crematorium. Dus eigenlijk een spa en een crematorium combi in één. Dat is typisch Zwitsers. Ja, dat je hebt daar een hot tub en dan zit je daar met z'n allen in eigenlijk. En als ze dan lijken gaan verbranden, dan zetten ze de sauna een beetje hoger. Maar dan moet je wel de hot tub uit zijn. Dus daar is Janna, die is daar nu. Janna heeft geen Zwitserse familie. Ze heeft een Hongaarse moeder. Dus weet je zeker dat ze er niet is vandaag? Kijk gerust even rond. Oké. Okay. Simlife, classic. Dit is toch bijna het leukste, karakter ontwerpen? Ja, toch? Mag ik eens? Geen zorg. Ik laat de ogen zo. Maar... Even kijken. Hoppa, alles maximaal. Haal het maximale uit de leeftijd. Dikke spieren, maximale abs. Hier. Kupka. Rugpijn iedere dag. Maar ja, weet je, het oog wil ook wat. Stiekem twijfelt ze iedere nacht over de borstverkleining. Want ja... Gaat de man of iemand anders? En wie is ze eigenlijk zonder die 20 liter piet? En de man die krijgt een slurf van 4 meter. Kan nooit meer normaal op straat. Maar dat hoeft ook niet, want alle poes komt naar hem toe. Ja, toch? En de shockdoc. SBSS docu-team ook. Dan Schlang. Zo noemen ze hem in de docu. En ze hebben 8 kids samen. 18 kids samen. Zoiets wat je zal zien op TLC. Hats, safe, graag gedaan. Have a great play. Is het misschien mogelijk dat jij vandaag naar Zwitserland gaat? Zwitserland? Is die creeper nog? Ach, creep. Dat valt best mee, toch? Misschien moet je gewoon een keer met hem gaan praten. Hij weet superveel over jou. Misschien is hij best wel oké. Dat kan niet, want ik ben nu niet wat hij denkt dat ik ben. Laat maar. Is hij je ex? Nee, gadver. Is hij je pimp? Shh, nee, tuurlijk niet. Oké, maar
wat is de deal dan? Ik bedoel, sure, hij is een beetje awkward, maar ja, dat ben ik ook. Vind je me ook een creep? Hij geeft me geld. Wat? Ik heb een cosplay stream account onder een andere naam. Oké, en nu is hij erachter gekomen hoe ik in het echt heet. En nu komt hij langs om in het echt uit te vragen. Online is prima, maar in het echt is weird. Please, zorg dat hij weggaat. Oké. Bouncermodus aan. Wij gaan zo sluiten. Je bent net open. Ochtend siesta. En er is een gaslek. Dus alle lucht die je nu inademt is dodelijk. Lera mortalita. Dus Janna is er wel, maar ze wil me niet zien. Nee joh, nee. Ik snap het wel. Het is zo creatief en grappig en spontaan. Echt een superleuke meid. Met zo'n scherp gevoel voor humor. Ik dacht, misschien maak ik een kans. Ik wou gewoon verrassen. Ik had dit gemaakt voor haar. Het is een controller. En ik kan het uit elkaar halen. Dan hebben we er allebei eentje. Je verdient echt een kans. Je hebt echt je hart op de goede plek. Maar ja, dit is echt niet Janna's style. It's a makeover time! Ik weet niet waarom ik dat zei, maar het klonk even cool. Boris? Oké, laten we beginnen met zijn shirt. Dat kan wel wat stoerder. Beetje zo'n bikerjasje, is dat niet leuk? Ah, goed idee. Vergeet de schoenen niet. Zullen we een zwarte broek doen of wordt het dan te zwart? Nee, voor Janna is het nooit te zwart. Finishing touch, hair en make-up. Ja, zeker. Verraderoo. Yeah, so since you wanna do. Rip San Nubi. Voornoot, pa pedder. Gada guru, devada. Bazada zit. Raga doodoo. Fraga ma. Is hij weg? Soort van. Er is iemand anders die jou wil spreken. Hi. Zeg haar eerlijk wat je denkt. Ik weet dat het een beetje raar is om je op te zoeken in het echt. Maar ik bleef maar aan je denken. En ik vroeg me af of je misschien een keertje met mij wilde neuken. Wat? Nee, zeg iets anders. Ik wil de hele avond ketsen totdat je niet meer kan lopen. Wat? Stop! Nee! Stop met praten! Winkel uit! Jee, je hebt een winkelverbod jij! Een buurtverbod, een straatverbod, een stadverbod! Weet ik veel, ga verhuizen! Ga naar Zwitserland! Sorry, Janna, echt, ik dacht dat hij onder de creepy clothes misschien geen creep was. Ja, het is zoals ze zeggen, je kan de creep wel uit de creep krijgen, maar je krijgt de creep niet uit de creep. Sorry. Ben je boos? Hij is weg, dus thanks. Klaar! Ik heb bijna alles kunnen terugbouwen. Goed nieuw! Ninja! Is dit de gamewinkel? De gamewinkel is een huis, ja. En dat zijn? Dat zijn Amin, Boris en ik als de kindjes. En jij en Kees als de papa en mama. Dit is zo cute. Laat mij eens. Kijk, dit. Weg met de zwembadhekjes. Water overal. En ja, maar... kijk eens, Boris kan niet zwemmen. Hij valt erin. En weg met de toiletten. Kijk wat hij doet. Nee, laat hem maar. Het is wel goed. Kijk hoeveel hij geniet. En het maken is toch het leukste. Dus. Oh, vloek met hand. Vuur op, hand. Ah! Ah! Brood!